allemaal, fijn dat jullie zijn gekomen. Vandaag de prijsuitreiking van de wedstrijd die meneer Hermans en mevrouw Hermans georganiseerd hebben. Actie maand december, de staatsloterij. Klanten konden een staatslot invullen, of in ieder geval een formulier invullen. Daar hebben we vorige week de winnaars uitgetrokken. En de derde prijs is gewonnen door de heer en mevrouw Huisman. Meneer mevrouw Huisman, als even naar voren wilt komen. De derde prijs is het verspakket geworden. De tweede prijs is gewonnen door meneer en mevrouw Hemel. En meneer en mevrouw Hemel zijn helaas verhinderd. We gaan over naar de eerste prijs. En de eerste prijs is een minuut gratis winkelen bij Jan Lindels. Ik heb hier rechts naast me Steve Mertens. En mevrouw? Oostdijk, ja. Steve is de winnaar van een minuut gratis winkelen. Dus als je even naar voren zou willen komen. Maar zeker. Leo. Dankjewel. 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 Ja, uiteraard. Dankjewel. Attentie, dames en heren, even uw aandacht. Vooraan in de winkel staat Steve Mertens. Steve Mertens is de winnaar van een minuut gratis winkelen in de winkel van Jan Lindels. Dit is mogelijk gemaakt door SIGO, meneer en mevrouw Hermans van de sigarettenzaak aan de Rumpenerstraat. Steve die gaat zo meteen met een winkelkarretje door de winkel rennen, neemt zoveel mogelijk spullen mee in het karretje en gaat dan afrekenen bij kasse 6. We zijn allemaal benieuwd wat hij bij elkaar raadt. Hij heeft even warm gelopen. Hij is vanmorgen nog even in de winkel geweest. En na het startschot gaat hij een minuut gratis winkelen. Dus even uw aandacht dat u niet omver loopt. Dankjewel. Steve, dan gaat het gebeuren. Voor jou, het collectors muntje, het gouden muntje. Misschien dat je geluk brengt. Ik hoop het. Ja? Ja. Ik zou zeggen, succes. Hè? Succes. Dankjewel. Dankjewel. Klaar. Ja. Yes.
Dank u wel. Dank u wel.